Super tof dat jullie allemaal weer kijken naar een gloednieuwe Clash of Clans. We hebben het er een tijdje over gehad. Wanneer komt de update nou van de kerst? Maar hij is er eindelijk, jongens. Gisteren was hij er eigenlijk al een klein beetje, maar was nog niet alles actief. Pas sinds vandaag is alles actief. En zoals jullie al kunnen zien ligt er sneeuw op mijn Town Hall. Er ligt overal wel een beetje sneeuw, zeg maar. Ook random in de map. Zoals hier ook. Geen nieuwe kerstboom in mijn basis trouwens. Als we hier helemaal naar boven gaan kunnen we zien dat hier iets heel nieuws staat. Voor de mensen die nog niet Clash of Clans hebben geopend. Dit is ook als het goed is in jullie basis. En voordat we dit gaan openen wil ik wat dingetjes laten zien wat waarschijnlijk weinig van jullie nog weten. Dus ook al heb je dit ook al gezien, weet je dit waarschijnlijk niet. Het is namelijk een soort easter egg. Als we namelijk inzoomen op het paard en daarop tappen, dan gaat het paard bewegen. Nou, heel droog natuurlijk. En we hebben nog een easter egg en dat heeft met hier deze vuurwerk shit te maken. En als we daarop tappen, dan gebeurt er dit. Bam, wow, dikke vuurwerk. En we kunnen er heel snel op tappen en dat maakt echt zo'n kut geluid. Maar dat maakt niet uit. Het is wel grappig in ieder geval. Dus dat waren de eerste twee dingetjes die ik vond. Maar als we het grote gebouw gaan openen, boom, zien we hier dat de Clan Games actief zijn. Nog 1 dag en 16 uur en daarna refresh je weer of zo, denk ik. Wat is de bedoeling van de Clan Games? Zoals je hier kan zien, staan hier allemaal challenges. En daaronder de reward die je kan behalen voor de clan. Dus de clan heeft ondertussen al level 3... 4450 van die Clan Games badges gewonnen. Of hoe noem je die dingen? Geen idee. Oh, je noemt het punten. Oké, dat zie ik nu. Oké, in ieder geval, onze clan heeft al 3 levels behaald. En zit nu in de 3e level. En heeft al 4450 punten behaald. En wij kunnen er ook dus dingen mee gaan behalen. Door deze challenges te gaan doen. Als we hierop klikken, kun je zien, kunnen we deze starten. En hebben we 3 uur de tijd om dit waar te maken. Om dit te behalen. Doen we dat, dan komen die punten hier bovenop, zeg maar. Hier onderaan in die gele balk. Zoals je hier kan zien, hier, Bad Boy King. Die heeft al 500 van die dingen behaald. Dus die heeft ze allemaal gedaan. Dus shout-out naar hem. En natuurlijk Slak, de enige ook. En als je naar beneden scrolt, sta ik als het goed is helemaal onderaan met 0. Ja, hier zo. En ja, het is nou helemaal zo. Ik kom net thuis en ik zie deze update. Dus ik heb natuurlijk, ik heb nog niks gedaan. Ik wil het gelijk even opnemen natuurlijk. Als we dan naar het rechter tapje gaan, zien we hier de rewards. En we zitten in ons 3e level. Hebben we bijna gehaald. Ik denk dat we ook wel dat 4e level gaan halen. En wat we dan kunnen doen, we kunnen dan de gold, elixir of gems, 50 gems, kunnen we dan collecten. Ook kunnen we van de andere dingen collecten. Van de eerste 2 kan ik al volgens mij dingen collecten. Ik ben heel erg benieuwd wat de bovenste 2 zijn. Weten jullie het? Ik heb geen idee. We gaan wel even op dat i'tje klikken. Training potion. Dus even kijken, wat doet dit? Oké. Ik kan dus mijn army, mijn hero en de barracks of zo kan ik allemaal boosten hiermee. Nou, die gaan we gewoon pakken natuurlijk. Oh, oké, dat kan niet. Laat maar. Ik dacht dat je het nu al kon pakken. Maar wanneer de games dus klaar zijn, dan pas kan ik het pakken. Wat is de rechter? De paarse. Even kijken. Dat is... Oh, wauw. Dit vind ik niet echt een heel nice iets of zo. Dit is letterlijk dat al je troepen maximaal zijn geupt voor jouw laboratorium. Dus stel je hebt al je troepen al geupgrade, heb je letterlijk niks aan die spel. Ja, kijk. Ik moet nog heel veel upgraden. Dus misschien heb ik er wel wat aan, maar zo sterk vind ik er nou ook weer niet. Misschien, oh, weet je wat ik ga doen? Ik ga die shit gewoon behouden. En wanneer de clan war is, dan ga ik die dingen inzetten. En dan heb ik gewoon hele sterke troepen. Oké, misschien is dat echt, ja, dat is misschien wel een heel sterk idee. Maar ja, om die dingen te collecten moeten we dus eerst wachten totdat de clan games zijn afgelopen. Dus dat gaat nog heel eventjes duren, 1 dag en 16 uur. Wat is er nog meer veranderd? Als we hier kijken, zie je dat ik al mijn pompjes aan het boosten ben. En waarom is dat? Nou, je kunt ze allemaal boosten voor 1 gem. Dus dit kostte maar 7. Dit kostte mij 7 gems. En deze kostte mij 3 gems. Dus die moet je zeker weten aanzetten. Want ja, dat is gewoon veel en veel meer gold. Dus dat is zeker weten chill. Als we nog verder kijken, gaan we eventjes naar nieuws. Ja, nou ja, volgens mij staat er bij nieuws niet heel erg veel bijzonders. Ik ben aan het kijken. Oh jawel, er is een grote update gedaan namelijk. Je kunt nu nog een army camp toevoegen bij Town Hall level 11. Dus dat betekent dat je maximaal 260 troepen bij je kan hebben. Damn, dat is echt insane veel. Daarnaast kun je de heroes upgraden naar level 50. Heb ik al al aangegeven in de leak dat dat zou komen. Daarnaast zijn er nog wat dingen aangepast qua troepen. En je hebt 25 extra level 12 walls, zeg maar. Dus dan kun je nog meer upgraden als je alles al maxed hebt. Damn, die hebben wel wat uppen nu. Ik bedoel, ze moeten naar level 50 met hun heroes. En ze moeten de 25 walls die extreem duur zijn upgraden. Daarnaast zijn er heel veel balances gedaan, et cetera, et cetera. Dus niet zoveel bijzonders. Ook is er een nieuwe kerstboom. En die heb ik nog niet op mijn basis staan. Dat vind ik wel jammer. Maar we kunnen wel eventjes naar, even kijken, Mustang 66 gaan. Die heeft hem namelijk wel. En zoals je hier kan zien aan de rechterkant had hij hem. Ja, hiero. Dit is dus uiteindelijk de nieuwe kerstboom geworden. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht dat dit een heel ander soort kerstboom zou worden. Die ik had besproken in de leak video's. Trouwens, als je die niet hebt gezien, check die eventjes hier. Maar daar dacht ik dus echt dat de kerstboom een heel ander soort kerstboom zou gaan worden. Dus, maar ik vind deze ook wel vet. We hebben het wit helemaal onder het sneeuw. Om heel snel door te nemen wat ik nu aan het upgraden ben. Zoals je kan zien, de Inferno Tower, Barrack en de Clan Castle. Dus ik ben 2 keer een Inferno Tower aan het upgraden. En het duurste gebouw, namelijk Clan Castle. 7 miljoen was dat om te upgraden, boys. Dus dat is heel erg veel. Ik heb nog 1 builder over. Ik denk dat ik die ga zetten eventjes op mijn... Oh nee, wacht. Het plan was om mijn Dark Elixir Drill te upgraden voor 5 miljoen. Wat heb ik een geluk dat ik dat gisteravond niet heb gedaan, zeg. En een paar muurtjes heb geupgrade met Elixir. Want ik ga dat mooi niet doen. Ik dacht toen er net nog eventjes van... Hé, ik ga voor 5 miljoen mijn Dark Elixir Drill upgraden. Maar nu bedenk ik me... Want we kunnen natuurlijk boosten. En dat is voor een gelimiteerd aantal dagen zo. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga denk ik mijn army camp. Daarvoor ga ik sparen. Ja, ik ga dus niet meer de drill voor 7 dagen upgraden. Want, zoals je kan zien hier, voor 7 dagen en 16 uur is nog het event gaande. Dus ik wacht er heel eventjes mee. Ik ga mooi deze even upgraden straks voor 6,7 miljoen elixir. Maar dat heb ik al bijna bij elkaar. Hè? Ik heb al 4,2. Trouwens, dat is nog niet alles in de update. Er is namelijk ook iets nieuws, namelijk een nieuwe spel. Even kijken, die kunnen we hier ook zien. En boom, dat is deze, de Santa Surprise. En deze hebben we volgens mij al eerder gehad. Dus niet heel veel bijzonders. Volgens mij zijn dat gewoon letterlijk bommen of zo, zoiets. We gaan het in ieder geval zo meteen uitproberen. Maar voordat we het gaan uitproberen, moet ik eventjes een challenge kiezen. Dus wat gaan we doen? We gaan uiteindelijk natuurlijk alles doen. Maar in deze video gaan we eventjes even kijken. We gaan hier eens even kijken. Destroy 10 elixir storages in multiplayer. Nou, die is niet zo moeilijk volgens mij. Destroy 2 guardian wardens. Altars in multiplayer battles. Oké, die is wel redelijk lastig volgens mij. Earn 6 stars from multiplayer battles using 8 miners. Nou, die ga ik niet doen. Gebruik ik ook nooit. Destroy 2 Eagle Archer. Oh, die is moeilijk. En even kijken. Earn 2 stars from multiplayer battle using 8 bowlers. Maar de bowlers heb ik nog niet eens unlocked. What the fuck? Wat is dit dan? Destroy 3 guard warden altars en multiplayer battles. En de lava love. Earn 2 stars from multiplayer. Oh, wow. 3 lava hounds en dan 2 stars. Deze is makkelijk te halen. Maar laten we als begin... Ja, deze beginnen. Want deze is lekker makkelijk. En die kan ik met de huidige troepen ook gewoon goed doen. Dus hiervoor heb ik 3 uur de tijd om dit te behalen. Dus dat moet zeker weten goed komen. Oh, wacht. Is het 8 uur de tijd? Huh? Is het 8 uur of... Wat is het? 8 uur. Ik dacht 3 uur. What the fuck? Nee, het is 8 uur. Dat staat hier ook boven, zoals je kan zien. Oké, nou, super chill. We gaan dus eventjes aanvallen met de huidige troepen die ik nu heb. Oh, die zijn nog niet helemaal klaar. Volgens mij enkel mijn golem. Ja, 3 elixir. Fuck that shit. We finishen alles. Deze finish ik ook. 6 elixir. Zo. Oké, we kunnen van start gaan. Find a match. En we moeten eventjes een redelijke basis vinden. Waar we sowieso de 4 elixir storages heel gemakkelijk kapot kunnen maken. Oh, deze basis is echt heel erg gemakkelijk om helemaal kapot te maken. En ik weet zeker dat dit een 3-ster gaat worden, jongens. Tegenwoordig weet ik dat zeker weten bij een Town Hall level 9 in ieder geval. Het enige wat ik hiervoor hoef te doen is eventjes een jumpspot plaatsen. Hier de golem en daarachter de wizards. En zometeen gaan we binnenvallen met de Valkyries. En we gaan hier ook eventjes een klein beetje... Oh, fuck, R was niet heel slim. Maar we gaan in ieder geval keihard binnenvallen nu met de Valkyries. We gaan gewoon all in, fuck it. Deze basis is toch super makkelijk om de 3-star. Sorry, ik kwam even niet aan mijn woorden. We gaan ook eventjes kijken wat dit is. We plaatsen hem hier midden op. En wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Holy shit! What the fuck? Oké, dat had ik niet verwacht. Holy fuck, dat is ziek awesome, jongen. Oké, ik wist niet dat dat gebeurde. Ik dacht dat er een cadeautje of zo uit de lucht viel. Zoals we eerder zagen bij een andere update. Maar dat had ik echt niet verwacht. Oké, super awesome dus. Er komt dus gewoon een kerstman met een slee en rendieren langs. Die pakketjes dropt met bommen. Dus dat is super awesome. Ik had het echt niet verwacht. Oké, nice. In ieder geval, we hebben bijna de 3-ster al binnen. We hebben ook al de 4 elixir storages kapot gemaakt. Zoals je kan zien. Het is chaos in de basis. Alles is kapot gemaakt. Damn, wat sad. En ik heb hartstikke lekkere loot binnen. Dat ook nog eens. Is mijn golem überhaupt gehit? Are you serious? Nou, we hebben in ieder geval een perfect 3-star. En zoals je kan zien, ik heb heerlijke loot binnen. En zoals je kan zien, ook nog eens de star bonus. En even kijken, wat zien we nu? Kunnen we ook een progress zien? Oh ja, hier. 4 van de 10. Dus we hoeven in principe nog maar 2 matches te doen. En dan hebben we het gehaald. Maar dat gaan we niet deze aflevering doen, boys. Trouwens, wat wel grappig is om te zien, is wanneer ik hier op mijn Clan Castle tap. Kijk hoeveel dingen ik hier heb staan, gek. Dat komt omdat ik hem natuurlijk aan het upgraden ben. Waardoor er heel veel tapjes openstaan. Normaal gesproken staan er maar, ja, stonden er maar 4 of 5 of zo. Nu staan er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeetje mina. En er is nog iets. Nou ja, eigenlijk niet. Maar dat wil ik wel aan jullie melden. Ah, namelijk bij de Builder Base is eigenlijk helemaal niks. Hoezo hebben ze hier helemaal niks gedaan? Wat zonde zeg. Hier hadden ze toch ook iets leuks kunnen doen. Maar misschien was er tijd tekort of zo. I don't know. Maar ik vind het wel jammer dat ze in deze basis dus helemaal niks hebben gedaan. Maar goed mensen, ik hoop dat jullie deze video tof vonden. Drop daarvoor zeker weten eventjes dat duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Check deze video's hier eventjes in beeld. En tot de volgende Clash of Clans. Of een andere video, dat kan ook. Peace out.